Vandaag gaan we de EVA maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Ons buisje. 1 limoen en crushed ijs. Hoe gaan we eigenlijk te werk? We doen eerst en vooral ijs in onze glazen. Want zoals dat jullie waarschijnlijk wel weten, ijs is super belangrijk in een cocktail. Dan gaan we onze shaker goed vullen met ijs. Mag er gerust 3 schepjes crushed ijs in doen. Zodat die lekker koel is, onze cocktail. Dan nemen we ons buisje. Gieten we in onze shaker. En dan gaan we eigenlijk onze limoen uitpersen. Zodat we 2 centiliter limoensap hebben. Dit doen we dan ook in onze shaker. Nu zijn al onze ingrediënten in de shaker. Gaan we goed schudden. Ongeveer een 30 seconden schudden. En dan gaan we deze in onze glazen gieten. Als afwerking gaan we nog wat zesten van limoen erop doen. En als we dan vlug rekenen, 1 buisje 8 euro, 2 glazen is 4 euro per glas. Wil je ook meer leren over onze cocktails? Bestel ze dan zeker op www.barbazil.com.